Peter Poot, u heeft niet de minste opgeroepen. Heeft u te horen gekregen wat u wil, hè? Nee, want de waarheid hebben we vandaag niet gehoord. We hebben integendeel een hoop ongeloofwaardige verhalen gehoord van meneer Demming. Met name dat hij zowel formeel als informeel op justitie eigenlijk nooit gesproken heeft over alle incidenten in de Chipselzaak. Niet over de Kalfvleis-Westerberg-zaak, die toch heel opmerkelijk is. Niet over de rechterswisselzaak. Ook niet over de getuigenverhoren die we hierover hebben aangevraagd. Dus dat is eigenlijk totaal ongeloofwaardig, vind ik. Pas nadat ik hem uitgedaagd heb en heb gezegd, wij hebben 50 advertenties geplaatst over deze hele zaak. Heeft u daar dan nooit ook in de ministerstaf over gesproken? Waar dus in zitten de minister, de staatssecretaris, alle DG's. Pas toen kwam de aap een beetje uit de mouw. Maar hij had alleen gesproken over die advertentie in de zin dat iedereen verbaasd was. Maar verder hadden ze er eigenlijk niks gedaan. Want de integriteit van de rechterlijke macht is eigenlijk niet zo belangrijk om dan in actie te komen. Dat was eigenlijk een beetje het verhaal. En ja, ik geloof daar geen snars van. Dat men daar dus niet uitvoerig over gesproken heeft. Het zou overigens ook onacceptabel zijn als justitie, de top van justitie, dit soort dingen niet serieus zou nemen. Dus, ik ga u even interromperen, want waarom zou het zo belangrijk zijn om te weten of ze er überhaupt over hebben gesproken? Want het gaat hier over die rechterswissel. Ja, nou ja, de advertenties gingen natuurlijk over de rechterswissel en over een aantal andere onderwerpen ook. Ook over Kalfvleis-Westerberg. En je mag aannemen dat justitie, de top van justitie, die zit in dat hele netwerk van de Raad voor de Rechtspraak en Rechterlijke Macht, dat als er kritiek is op het functioneren van de rechtspraak, dat men daar serieus ook op ingaat inhoudelijk bij dat ministerie. En dat men zegt van nou, we moeten dat misschien ook wel gaan onderzoeken. Dit is zo ernstig, dit kunnen we niet laten passeren. Maar in feite heeft meneer Demming gezegd van nee hoor, dat is eigenlijk helemaal niet onze zaak verder. En we zijn overgegaan tot de orde van de dag. Ja, we, daar bedoelde hij mee een heleboel mensen. U wilde precies weten wie dat dan allemaal waren, wie dan in die ministerstaf zitten. Waarom wilde u dat zo precies weten? Nou, de reden dat ik die vraag over de ministerstaf heb gesteld is dat dat een formeel overleg is, waar naast de minister in zitten een groot aantal andere ambtenaren. Onder andere dus Demming zelf en een aantal directeuren-generaal. En het kan zo zijn dat wij deze mensen als getuigen zullen oproepen om te kijken of wat meneer Demming gezegd heeft, of dat wel klopt. Wellicht kunnen we ook notulen van die ministerstaf opvragen. Dus dat was de insteek met name van die vraag. U voelt zich denk ik wel gesterkt door de Kalfvleis- en Westerbergzaak. Wat is uw volgende stap? Nou, gesterkt door de Kalfvleis-Westerbergzaak, wij voelen ons wel gesterkt door het feit dat er één dapper iemand geweest is bij naast de rechtbank, een vrouwelijke griffier, die na de getuigenverhoren die wij in zaken Kalfvleis-Westerberg hebben gehouden, naar buiten is getreden. Daardoor is die hele zaak natuurlijk in een grote versnelling gekomen. En zijn beiden nu verdacht van mijnheid en ambtelijke corruptie. Wat wel zo is, is dat dat onderzoek wat door de Rijksrecherche nu wordt uitgevoerd naar Westerberg loopt al 2 jaar. Dus het heeft alle schijn van dat men dat probeert op te rekken en probeert toch de zaak te laten ontploffen weer. En ik teken daarbij wel aan dat daarover gaan dus het college van procureurs-generaal. En dat zijn uitgerekend ook weer de mensen die bij Demming zitten, om het zo maar te zeggen. Dus op dit moment moet ik nog steeds zien dat men nu echt iets gaat doen aan deze misstanden. Ja, wordt u niet hopeloos? Hopeloos niet, maar het is wel hoogst vermoeiend. En ik vind het ook hoogst onthutsend in Nederland dat het zo gaat. Ook meneer Brinkmeijer, de ombudsman, heeft nu al gezegd van nou ja, door de Chipselzaak dreigt de hele rechtspraak in een vrije val te komen. Dat is toch heel serieus. En dat denk ik wel eens van, waarom laat de politiek hier niets van zich horen? Vinden ze dat allemaal normaal wat hier gebeurd is? Liegende rechters, mijnedige rechters, rechterswissels. Er zijn ook andere rechterswissels die binnenkort aan de orde komen in de Srebrenica-zaak. Het verbaast mij dat iedereen zo passief is in de politiek tot nu toe. En het verbaast mij ook dat dus justitie ook zo sloom is in al dit soort zaken. Maar de verklaring daarvan is waarschijnlijk toch de SG zelf, meneer Demming. Wat is uw volgende stap? Onze volgende stap is uiteraard dat we nu eerst moeten overwegen wat we hierna gaan doen. In de zin, we moeten de getuigenverhoren gaan evalueren. Er zijn weer een hoop tegenstrijdige verklaringen afgelegd. En wij laten het hier nog steeds niet bij zitten, laat ik het zo zeggen. Misschien dat er nog aanvullend getuigen zullen worden gehoord.
En daarna moeten wij overwegen wat wij nou doen met alle misstanden die we hebben ontdekt. Moet Sipsel nu verder gaan procederen en schadeclaims erover gaan indienen? Of is het nu zo dat er met name de politiek nu mensen wakker worden en zeggen hier moet nu een keer een eind aan komen? De staat is hier de partij die procespartij ook is. Dus het argument wat veel mensen altijd hanteren, het is onder de rechter, dus we kunnen niks doen, is niet aan de orde hier. Het gaat om een staatsbedrijf en de staat die procespartijen zijn in zaken Sipsel. En de staat kon dus ook zeggen en de politiek van we willen dat dat ophoudt nu.